Cool, very cool. Oké, ze vore, mot ze folle, kon nis neko. Kille voleke, kille voleke, je kuleke, kuleke, ze je je kuleke, kuleke, ze je je jure jo. Ching, ching, ze leke, kuleke, ze jure zo leke, zo leke, ge jo ze kuleke. So like a gay horse, go, hey, horse. De stem is een wonderlijk instrument. Gedachten worden langs twee kleine spiertjes omgezet in golven die oren bereiken en nieuwe gedachten vormen. De stem is een perfect instrument om te communiceren en te verbinden. Wij zijn hier omdat we zangers zijn. En wij zingen in het moment en we componeren in het moment. En daar trainen we voor. Dus wij trainen met durven en verbinden. Durven wordt dan in het moment stappen. Er zijn, volledig, authentiek. En verbinden wordt dan zingen, in ons geval, van zanger naar publiek, van mens naar mens, van ziel naar ziel. En wij zijn blij dat we vandaag hier kunnen zijn. En ik pak toch even mijn tekst erbij, omdat ik dan niet dingen vergeet. En dat vind ik eigenlijk zonde als ik dat niet doe. Ik neem jullie mee even in een vraag. Ik denk, oh ja, dat was een vraag. Daar is die. Die komen aan het eind terug. En ik zou jullie willen vragen, zijn jullie iemand die ruimte geeft of ruimte neemt? Ben je iemand die wil hebben of ben je iemand die wil geven? Dat is geen goed, dat is geen kwaad, geen fout. Dat is alleen maar een realisatie. Ik kom er op het eind nog op terug. En ik neem die vraag mee in mijn reis in de improvisatie. Mijn reis door de improvisatie in wat me gebracht heeft. Die startte voor mij al heel vroeg, in Waddinxveen, vlakbij. Met mijn broers, twee broers en mijn moeder, hoorde ik een eerste, een tweede en een derde stem. En ik mocht dan erbij wat verzinnen. Ik mocht wat doorheen zingen, in het moment. Improviseren, hoewel ik dat toen nog niet zo noemde. En door zo te zingen had ik een warm hart en voelde ik me thuis in mijn familie. En dat nam ik eigenlijk mee in alle groepen waarin ik daarna gezongen heb. Dat zingen in die verschillende groepen maakte mij blij als ik daar dan met een verfijnde uitvoering bezig kon zijn. Of met een mooi arrangement wat we dan maakten. En ik werd echt gelukkig toen ik op een gegeven moment uit de speaker ineens een geluid hoorde wat ik nog niet eerder gehoord had. Ik dacht, wow, wie zijn dit? Dat is mooi. Hoog, laag, midden, mooi om en om gezongen. Harmonisch kloppen, ritmisch. Het was een nieuwe wereld en het bleek één man te zijn, Bobby McFerrin. En Bobby McFerrin kwam toen in mijn leven en hij is daar gelukkig al lang gebleven. En Bobby, die moet ik toch even duiden, en omdat ik heel enthousiast ben, doe ik daar iets langer over. Het is een zanger uit Amerika, geëerd op alle grote wereldpodia. Hij heeft met grootheden gezongen in de jazz en in de wereldmuziek en in de klassieke wereld. Hij heeft ook 11 Grammys. En dat is een waardering in Amerika. Als je de Grammy haalt en je doet het 11 keer, dan ben je wel iemand. En hij heeft dat allemaal gedaan ook met zijn voorzestraleden. Dat waren 12 mensen die hij altijd bij zich had. En dat is een samenvoeging van voice en orchestra. Dus het was geen verspreking, maar het heet echt een voice-estra. En met die mensen heeft hij over de hele wereld opgetreden. Ook de Europese eenwording was hij degene die met het Wiener Philharmoniker mocht dirigeren. Composities uit al die nieuwe landen die toen aansloten. En hij dirigeerde dat en dan zong hij over die stukken weer een geïmproviseerd stuk. Een improvisator bij uitstek. Bobby McFerrin zei dat over improvisatie bijzonder helder. Ja, het is simpel. Je begint
Je start, je gaat verder, je gaat door en dan stop je. En dat is hartstikke waar. Maar dat is even waar als dat, ja, je wordt geboren, je leeft en je gaat dood. Ook dat is waar, maar er gebeurt nogal wat daartussenin. Maar hij raakte wel een kern, omdat in dat stukje doen, erin stappen, in het moment stappen, een keuze zit om te gaan improviseren. En als wij dat doen, en wij doen dat in 3 keer 30 seconden, dan klinkt dat zo. In het moment stappen en keuzes maken. Aldoende kun je kiezen. En samen moet je dan zien, ja, ga ik daarin mee? Ga ik iets anders doen? Gaan we samen op? Gaan we iets tegen elkaar aanzetten? Die keuzes van wat je wil. Al sinds mijn studietijd heb ik 3 zinnetjes die me daarmee helpen. En niet voor de keuze die je in het moment maakt, maar de keuzes die je vaak even over nadenkt of die je tegenkomt. En dat is, als je wil weten wat je echt wil, moet je kijken naar wat je doet. Wat je echt wil, moet je kijken naar wat je doet. En ik hoop maar dat dit dan een balans gevoeld wordt. Dat je in verbinding voelt, dat je denkt, oké, dit klopt met elkaar, wat ik wil en doe, dat klopt. Maar soms is dat niet zo. Dan is het goed om te kijken naar hoe je je voelt. Als je wil weten wat je echt wil, moet je kijken hoe je je voelt. En als je niet goed weet hoe je je voelt, dan is het handig om te overwegen of je hulp nodig hebt. En dat laatste is helemaal niet zo makkelijk. Althans, laat ik voor mezelf spreken, ik vind het niet zo makkelijk om hulp te vragen. En misschien geldt dat voor jullie ook. En als je samen keuzes moet maken in het moment, als je samen op reis gaat, als je samen een wereld gaat creëren, en dan klinkt dat zo in het volgende duet wat er gaat plaatsvinden. Down.
Dankjewel. In het moment stappen en dan, ja, op elkaar afstemmen. Samen speelveld maken. En je speelveld vergroten door dat te trainen. Ik mocht gaan trainen in Amerika in 2005 bij Bobby McFerrin. Dus ik mocht naar mijn grote held toe en hij deed dat samen met die Voicestra-leden. Dat waren de docenten daar. En een week lang mocht ik mij onderdompelen in circle songs. Samen zingen, improviseren. En dat voelde als een ongelooflijk feest. Ik werd daar heel blij van. En het mooie van daar samen zingen is dat je steeds meer mensen leert kennen en dat je dan samen het moment opzoekt. En op een gegeven moment stak Bobby McFerrin zijn microfoon om. Hij zegt, is er iemand die met mij een duet wil zingen? Nou, dat was het moment dat ik dacht, ja, dit wil ik. Ik wil dit graag doen. Ik wil die microfoon hebben. En ik stormde naar voren, maar er stonden al mensen en ik had echt die microfoon uit hun handen moeten rukken om te verwezenlijken wat ik graag wilde. En dat ging zelfs mij wat te ver. Dus ik hield mij in en de volgende keer, ik deed een aantal keer die week, was ik heel te laat. En ik zat ook op de grond en dat zat helemaal niet makkelijk. Voordat ik overeind was, stonden er alweer mensen. En het ging echt in mijn rug zitten. Dus op een gegeven moment liep ik over het terrein met een SI-gewrichtje wat nogal vast zat. En dat zag er niet zo ongelooflijk case cool uit. En Bobby McFerrin komt aanlopen en zei, hey man, what's going on? Wat is er? Dus ik vertel hem wat er aan de hand is. En hoe het niet lukt en hoe het vast zit en ik op weg naar de chiropractor ben. Dat ik toch graag met hem wou zingen. En hij zei, oké, dan roep ik jou. En ik dacht, yes, oké, ik heb het voor elkaar, die chiropractor. Had het zo eruit, ik liep te huppelen over dat terrein. En de eerstvolgende keer vroeg hij weer iemand voor die microfoon, maar hij riep mij niet. En zelfs mijn non-verbale enthousiasme mocht op dat moment niet helpen. Er zijn een hoop mensen die op dat moment zo'n stukje van hem willen hebben. En ik was daar zeker één van. En aan het eind van de week was het gewoon niet gelukt. Ik was eigenlijk wel diep gefrustreerd, want ik had het zo graag gewild. En ik dacht, oké. Nu moet ik maar om hulp vragen. En ik vroeg Roger Trees, een van die voorzesterleden, een van de docenten. Roger, wil jij me helpen? Jij hebt zo'n mooie stem. En ik wil eigenlijk met Bobby zingen, maar ik wil die stem hier voeden. In mijn lijf, dichtbij. Wil jij me helpen? Wil jij dat doen? En hij glimlachte. Stak zijn armen uit. Nam me in een hug. Grote kerel. Hij zei, wat wil je zingen? Het enige wat in mijn hoofd op kan. Summertime. And the living is easy. For every day. Fish are jumping. And the cotton is high. Your dad is rich. And your mom is good looking. So hush, little baby, don't you cry. En op het eind stonden zo'n 80 mensen om ons heen, in een soort groepshuk. En mijn hart was warm, meer dan warm, het gloeide. En ik was dolgelukkig. Wat een fantastisch einde van een week, waarin het verlangen geboren was. Ik de weerstand tegenkwam. Ik voorbij de weerstand dorst te vragen, dat gewoon heb gedaan. En dat het me gewoon gegeven werd. Op weg naar huis in het vliegtuig dacht ik, oké, misschien mag ik vragen. Dus ik vroeg het universum, nou, ik zou het wel fijn vinden als ik eigenlijk dit kan blijven doen. Ik wil blijven improviseren. Ik wil de mooiste, de beste zangers ontmoeten die met mij die weg willen bewandelen om dit verder te bestuderen en het pad op te gaan om geïmproviseerde voorstellingen te geven. U ziet, ik ben verhoord.
Ik had het geluk gehad, als ik terugkijk, om met heel veel mooie mensen te studeren, te leren van een ander, hoe zij dat doen. En in het begin stelde ik de vraag, wil je hebben of geven? Misschien dat je nu beter zat door het verhaal, hoe dat voor mij heeft gewerkt. Ik wilde echt graag hebben. En ik heb geleerd in dat verhaal om te geven. En als ik... En tegenwoordig, het is niet alleen beperkt tot zingen, kan ik beter bedenken wat kan ik mezelf of de situatie of de ander geven. Om weer beter in balans te komen, om beter in verbinding te zijn. En als dat bewustzijn, als die gedachte je aanspreekt en je kunt er wat mee, dan wens ik je daar heel veel plezier mee. Tot slot. Tot slot geven jullie graag nog dit niet. I wanna sing with you now.